Goedendag, u kijkt naar het weersjournaal van weerplaatsen.nl met de details voor het weer van dit weekend. Maar we beginnen bij de Amerikaanse oostkust, want daar ligt tropische orkaan Gonzalo. En Gonzalo, dat is geen liefetje. die trekt richting Bermuda en zorgt daarvoor extreem weer. Het is niet zomaar een orkaan, het is een categorie 4 orkaan. En dat is de ene na hoogste categorie. Categorie 5 is dus het hoogst. En Gonzalo wordt ook belangrijk voor ons, want aanstaande dinsdag. Komt die tropische orkaan, of beter gezegd de restanten daarvan, dan bij ons in de buurt en dan gaat het bij ons herstachtig worden. Maar zover is het nog niet. We hebben eerst nog een weekend voor de boeg met juist nazomerweer. Een lage drukgebied ten westen van Ierland zorgt voor de aanvoer van warme lucht vanuit het zuiden. We zien het lage drukgebied langzaam wegtrekken, we zien ook allerlei regengebieden er rondom liggen, maar ze bereiken Nederland eigenlijk nauwelijks. Pas zondag in de loop van de dag kan er een vleugje over Nederland trekken. Dat is nog onzeker, maar verder dus een voorlopige zuidelijke wind. Zondag later op de dag draait de wind naar west, en dan zien we hier op de kaart van maandag helemaal bovenin de restanten al van uh, Gonzalo liggen, en die trekt dan uiteindelijk of deze kant op, dan hebben we dinsdag misschien een storm, of hij gaat zo trekken, en dan hebben we dinsdag alleen regen en bewolking en sowieso flink lagere temperaturen. Vanavond een graad of 14 à 15. En laat ik het alvast zeggen: volgende week halen we dat af en toe niet eens als maximum temperatuur. Maar vanavond dus wel, zacht. Laatste buitje trekt weg en er zijn opklaringen. In de loop van de nacht daalt het kwik naar 11 à 12 graden. En dan kan er nog een enkel spatje vallen in het noordwestelijk kustgebied. Maar verder is het overal droog. De wind draait naar zuid tot zuidoost, begint warme lucht aan te voeren en dat merken we morgen overdag. Er trekken wolkenvelden over het land, hoge wolkenvelden die soms de zonneschijn echt temperen. En soms zijn het ook dunne sluierwolken, dan kan de zon goed schijnen. De meeste zonneschijn in het zuidoosten en oosten, daar zo'n 21 tot 23 graden. In het noordwesten en noordwesten bewolking wat vaker dik, daar haalt de temperatuur nog net de 20 graden. Langs de westkust windkracht 4 tot 5, in het binnenland windkracht 3 tot 4, oftewel een stevige zuidenwind gaat samen met de warme lucht. Morgen echt een topdag, ook in de avonduren blijft het nog enige tijd zacht, dus zelfs een vroege barbecue is goed te doen. De zondag ziet er anders uit. In de ochtend is het nog in een groot deel van het land schitterend. In het zuidoosten en oosten blijft dat ook smiddags zo. Maar in het westen en noordwesten gaat in de middag de bewolking toenemen. Daaruit kan dan wat regen vallen. En pas in de avonduren is ook in het oosten kans op wat regen. Hoogste temperaturen zondag in Limburg: 22, 23 graden. In het noordwesten wordt het zo'n 17 à 18 graden. En dan gaat in de nacht van zondag op maandag het roer om. Warme lucht wordt verdreven, maandag temperaturen van 15 graden en van tijd tot tijd regen. En dinsdag, zoals ik al zei, mogelijk veel wind en nog lagere temperaturen, 13 à 14 graden. En dat zien we ook in de langer termijn te verwachting terug. Het warme weekend, daar begint de grafiek mee, rond of boven de 20 graden. En daarna een hele forse daling van de temperatuur, gaat de graad of 10 vanaf. Richting het volgende weekend krabbelt de temperatuur heel misschien weer iets op, maar dan hebben we het over waarden boven de 15 graden. Ze komen niet in de buurt van de 20 graden. Is dus maar één conclusie mogelijk, wat mij betreft. We moeten morgen genieten. En als het lukt en je weer zit in de juiste regio, dan kun je ook zondag nog genieten van heerlijk weer. Ik wens u een prettig weekend. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.